Hey, kom hier. Hoi. En jij wil knuffelen? Nee. Hey, een hele goede morgen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer maandag 12 april 2021. En het is klokslag 7 uur 25. Dus nog 5 minuten en het is 7:30. Lekker op tijd. Ook kietje lekker. En ik ga wat doen. Maar ik wens jullie heel veel kijkers plezier bij deze gloednieuwe vlog. Ik ben lekker al deze vroege ochtend bezig met verf. Ja. Zo was de steen. Zo. En ik heb hem dus gisteren zo al gemaakt. Maar er gaat gewoon nog een laagje overheen. Omdat ik het zo wat fijner vind. Dus ja. Nou, dat maar eens even doen, hè. Dus ja, als je happy stones wil gaan maken. Dan is dit wel erg handig. Dus ik ga hier nog even mee verder. Ik neem dus een hele andere steen weer in mijn hand. En die ga ik dus ook lekker helemaal wit maken met de gesso. Gebeurt even iets in jullie niet beeld, maar er gaat een beetje verf op mijn muismat. Dat haal ik zo meteen gelijk even weg. En ik heb het gelijk even weggehaald met water. Dus ja. Dit is alweer wit. Nou, en zo ga ik even helemaal verder. En dan moet hier zo meteen nog een laagje op. Ik kak gewoon in één keer weer in elkaar. Ik heb alweer 2 vlogs gedaan. Het is nu bijna 9:30, 9:22. En ik denk dat ik nog even lekker mijn bed in duik. Het is ook gewoon sneeuwachtig, regenachtig, hagelachtig. Het is echt april en april doet gewoon wat hij wil. Dus ja. Ik heb het koud. Brrr. Ik heb kacheltje al sowieso erg gehad, maar ik duik echt nog even lekker mijn bed in. Ik weet niet wat jullie doen, maar ik wel. Het is inmiddels al 2:30 geweest. Ja, dat zeg ik. Het is 2:30 geweest. Ik ga nou mijn jas aan doen. Ik ga lekker met Lady lopen. Want ik had het vanochtend gewoon zo koud dat gewoon echt mijn handen zo stonden. En het lopen deed me al gewoon zeer. Dus ik ben gewoon weer op bed gegaan liggen. Dus, maar nou, het gaat alweer aardig wat beter, alleen mijn voeten zijn nog een beetje koud. Dus ja, Sleidy heeft ook recht op even lekker een wandelingetje. En ik weet hoe ze is. Als ik gewoon pijn heb, dan wil ze ook niet een hele grote wandeling.
Dus dat wordt een rondje school. En dan gaat Ro en ik zometeen 4 zakken met stenen ophalen. Vlak bij de welkoop waar hij heeft gewerkt. Dus misschien dat hij daar ook nog even langs wil gaan. Hi! Maar dat weet ik niet zeker. Dus, nou ja, en ik moet even goed sparen voor schoenen. Maar dat ziet, zit er ook voorlopig even niet in. Want mijn schoenen zijn echt kapot. Maar oké, jammer dan. Dus deze schoenen kosten wel even €80. Maar dan zit ik wel weer 2 jaar gewoon er goed mee. Ja, ja. Daar heb ik niks te doen. Nee, komt helemaal goed. En ja mensen, we zitten weer in de auto. En ik kan jullie wel vragen van, ja maar hoe betalen jullie dat dan? Omdat ik dus en bij de voedselbank en bij de dierenvoedselbank zit. Ja, Roderick die werkt. En mijn mama is een beetje zo lief geweest om een beetje tank in de auto te gooien. Dus ja. Dus dat. Dus ja, dan kunnen we eventjes weer de hort op vanzelf. Ja. Ja. Dus bedankt, mam. Ja. En daardoor heb ik dus nu wel heel veel zakken met 4 zakken met stenen. Wat ik dus allemaal kan beschilderen. Yep. Dus dat wordt nog leuk. Nee, nou. Dat eimesje. Ik krijg kusjes van jou, dat vind ik lief. Daar hebben we de raki. Lovely! Hi! Daar was Speedy. Hi meisje. Kom, 1, 2. Ja, kom. Kom dan. Ja. Ja, meisje. Hey. Mevrouw Diva. Hè? Mevrouw Diva. Mevrouw Stokstaartje. Mijn meisje. Oh, ik krijg kusjes van jou. Ja, je kan zo blijven, hè? Maar mama gaat een knuffel voor jou jatten. We zijn dus al thuis, zoals jullie wel licht kunnen zien. Hè? Oeh, kom hier met dat ding. Ze is helemaal blij met het balletje van de. Hi, schat. En hier, mag je pakken? Kom, eet ze. Moet je hier komen, kom. Daar. Hier komen we. Hey, kom hier. Hoi. En jij wil knuffelen, hè? Ja. Yeah. Oh, die mooie ogen van er ook, hè? Heerlijk. Is dat zo? Is dat zo? Sinds wanneer? Ben je verdrietig of ben je blij?
Wat is er dan? Lady Blij. Ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze leuke vlog. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een belletje achter, want blijf jij namelijk op de hoogte. En laat een leuke reactie achter. En dat zou ik namelijk super tof vinden. En super leuk. Ja, zeker. De hypotheken, zouden we maar zeggen. En dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei doei.